ik u allen van harte welkom heten en in het bijzonder de gasten onder ons. Vandaag gaat Caroline Lemmens voor en Jan Smit is organist. Tijdens de dienst van de gaven is de eerste rondgang bestemd voor stichting UAF en u kunt daarover lezen in de liturgie. De tweede ronde is voor de kerk en bij de uitgang mag uw gift in de daarvoor bestemde schaal. Aanstaande zondag, 7 januari, gaat Manny Hovenkamp voor en is Kees Steekentee de organist. In die dienst delen wij ook brood en wijn. Dan heb ik een paar mededelingen. Vanaf volgende week zondag, 7 januari, staat in de hal een grote mand en die is bestemd voor producten voor de voedselbank. Dus dan mag u tot aan Pasen, geloof ik, graag producten meenemen voor de voedselbank. En die kunt u daarin doen. Dan is in januari, en zijn er twee themaavonden, noem ik dat maar, geleid door Egbert Smit. Dat is op 11 januari en op 25 januari. Uit mijn hoofd zijn dat, dacht ik, twee donderdagavonden. Die beide avonden die gaan over het vertalen van het Oude Testament vanuit het Hebreeuws naar het heden. En vooral hoe dat gegaan is en hoe dat op verschillende manieren vaak vertaald wordt of uitgelegd wordt. Wel heel interessant en u kunt zich daarvoor opgeven bij Hendrik. Als ik het goed heb. Ik weet niet, ik zie Hendrik zo gauw niet zitten. Oh ja, hij is er wel. Dat klopt, hè? Ja. Dus als u daar naartoe wilt, u kan zich vandaag daar al voor opgeven. Dat is in de paardenstal. Ja. Na deze dienst is er zoals gebruikelijk koffie en thee op het koor waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd. Zo direct na het aansteken van de leeskaarsen volgen we de liturgie. En ik wens ons allen een goede en gezegende dienst toe.
is de naam van de Heer. Hij blijft trouw, altijd. Hij houdt niet los wat hij zijn gevoel is. De Heer zij met u, met zijn genade en vrede. Wij zingen vandaag onze verootmoediging en het loflied. Loof de Allerhoogste God, eeuwig duurt zijn trouw. Loof de Oppermachtige Heer, eeuwig duurt zijn trouw. Amen.
lange lezingen vandaag. En eigenlijk had ik hoofdstuk 60 van Jesaja ook nog willen lezen, want dat hoort erbij. Hoofdstuk 60, 61 en 62 vormen een eenheid binnen het grote profetische boek van Jesaja. Omdat mij dat wel erg veel van het goede leek, geef ik een korte samenvatting van hoofdstuk 60. God spreekt via Jesaja dat hij na alle rampen en tegenspoed Jeruzalem met de tempel weer tot het stralende middelpunt van de regio zal maken. Louter rechtvaardigen zullen de stad bevolken. En dan begint de lezing van vandaag. En Jesaja is voor mij niet altijd helemaal duidelijk, maar ik denk dat de ik-persoon de profeet zelf is. De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten. Om aan Sion's treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen tere binten van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken. Ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis. Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen. Vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. En jullie worden priester van de Heer genoemd. Dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard. Je zult je met hun luister bekleden. De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land en is eeuwige vreugde hun deel. Want ik, de Heer, heb het recht lief. Ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen. Een eeuwig verbond sluit ik met hen. Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken. Heel de aarde kent hun nageslacht. En dan zullen allen die hen zien erkennen. Dat zijn de kinderen die de Heer heeft gezegend. Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan. Hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet. Zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt. Zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen. Zo laat God, de Heer, gerechtigheid ontkiemen en glorie voor het oog van alle volken. Vreugde over Jeruzalem. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem ben ik niet stil. Totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien. Alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer. Een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer verlatene en je land niet langer troosteloos oord. Maar je zult heten mijn verlangen en je land mijn bruid. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jonge man een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal jouw God zich over jou verheugen. Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet, die nooit zullen zwijgen, dag nog nacht. Jullie, die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust, totdat hij Jeruzalem weer heeft gegrondvest en haar roem op aarde heeft bevestigd. De Heer heeft gezworen bij zijn rechterhand en bij zijn sterke arm: nooit meer geef ik jullie graan aan je vijanden te eten. Nooit meer zullen vreemdelingen de wijn drinken waarvoor jullie je hebben afgemat. Zij die het graan oogsten, zullen er ook van eten. En ze zullen de Heer erom prijzen. Zij die de druiven plukken, zullen ervan drinken in de voorhoven van mijn heiligdom. Ga door de poorten, ga er doorheen. Maak de weg vrij voor het volk. Ruim baan, effen de weg en verwijder de stenen. Steek het vaandel op voor de volken. De Heer laat overal horen, tot aan de einden der aarde. Verkondig aan vrouwen Sion, je redder komt. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. En dan noemt men hem het heilige volk. Volk dat door de Heer is vrijgekocht. En jij zult geliefde heten. Nooit verlaten stad.
Lieve mensen, gemeente van onze Heer. Afgelopen maandag, op kerstochtend, heeft Egbert ons meegenomen in de verwachting van Jeremia. Dat wij op een dag niet meer hoeven te leren over God, maar dat zijn wet in ieders hart zal zijn. Als die tijd aanbreekt, kennen wij de weg van God, wij allemaal. En niet af en toe, maar altijd. Jesaja heeft ook een verwachting. Jesaja lezen is je in een achtbaan van beelden en emoties begeven. Schitterend, maar ook overweldigend en verontrustend. Persoonlijk heb ik een voorkeur voor rustig aan. Leg me nou maar uit wat je bedoelt, dan denk ik er zelf wel over na. Het is ook allemaal niet waar. Jesaja spreekt een profetie uit, een verwachting die nog lang geen werkelijkheid is. Jesaja schildert een visioen, hoe Jeruzalem ernaar smacht om herbouwd en in oude luister hersteld te worden. Maar de mensen in de diaspora die hij aanspreekt, voelen zich al behoorlijk thuis in hun nieuwe woonplaatsen. Ze willen helemaal niet echt terug. Bestaanszekerheid en veiligheid speelden toen en spelen nu een doorslaggevende rol. Natuurlijk hadden de Israëlieten toen, net als de vluchtelingen die nu in het Westen wonen, heimwee. Maar ze gebruikten ook hun verstand. Jesaja gebruikt ook zijn verstand. Hij spreekt de woorden die hem door God worden ingegeven. Maar hij verpakt ze zo dat hij hoopt de mensen te verleiden. De stad en het land zullen mooi en welvarend zijn. Hij vertelt er wijselijk niet bij dat ze dat eerst zelf zullen moeten doen. Hij stelt het zelfs zo voor dat de weg voor het volk vrij en effen gemaakt zal worden. Onzin natuurlijk. De weg terug zal moeizaam en hobbelig zijn. Maar Jesaja heeft een hoger doel. Gerechtigheid en redding. En daar heeft hij het volk voor nodig. Het is zijn volk. En bovendien het volk dat God zich heeft uitgekozen om gerechtigheid en redding te bewerkstelligen in deze wereld. Praktisch gezien zijn de ballingen kennelijk hard nodig voor de herbouw en herbevolking van het oude land. En Jesaja wil een nieuwe start voor het oude ideaal van gerechtigheid en redding. En dat kan hij zich alleen maar voorstellen vanuit Jeruzalem. En dan met name vanuit de tempel op de berg Sion in die stad. Vanaf die plaats zal Gods vaandel wapperen boven alle volkeren. En de juiste mensen om dat ideaal te verwezenlijken wonen helaas in Babylon. Daar is de Joodse cultuur tijdens de ballingschap tot grote bloei gekomen. Daar is de voedingsbodem voor zijn visioen. Want we kunnen ervan uitgaan dat het ook daar niet best gesteld was met het recht en de gerechtigheid. Gods redding kan volgens Jesaja
niet uit Babel komen. Jesaja doet zijn best. En zoals we kunnen lezen in Ezra en Nehemia, lukt het aardig. Maar lukt zijn missie? Nee. Natuurlijk niet. Ook een uitverkoren volk op een speciale plek bestaat uit mensen die net zo rommelen als alle mensen in alle tijden en overal. Recht, gerechtigheid en redding. We kijken er ruim 25 eeuwen later nog steeds naar uit. Want in de praktijk lijkt het nergens naar. Niet in ons eigen land, waar de rijken rijker worden en de armen armer. En ook in geen enkel buitenland. De oproep van Jesaja is zo actueel als maar kan zijn. Roep, schreeuw, houd je niet stil, totdat het licht van de gerechtigheid daagt. Maar om daarvoor een fysiek Jeruzalem te bouwen, werkt niet. Dat kunnen we dagelijks zien. Ik beloofde in het boekje dat wij voor ieder themablok maken als voorgangers, dat ik zou onderzoeken waar wij de zekerheid vandaan halen dat onze verwachting van gerechtigheid, recht en redding terecht is. Ik kan niet voor u spreken, maar voor mezelf durf ik het wel te zeggen. Een verwachting en een verlangen dat het leven op aarde mogelijk is op basis van recht en gerechtigheid, gaat al zo lang de wereld over, is zo universeel, dat juist deze eerbiedwaardige ouderdom van het streven mij overtuigt van de waarheid ervan. Een verlangen, een visioen van gerechtigheid, waait over de wereld vanaf het eerste begin van de menselijke samenlevingen. En ook nu nog zijn er iedere keer weer mensen die dit zo ervaren en gerechtigheid doen. Onze imperfecte staat ontslaat ons niet van het streven om goed voor onze wereld te zorgen en werken aan gerechtigheid is soms ongemakkelijk, doet pijn, want het confronteert ons met bijvoorbeeld onze comfortabele plaats in de wereld en een manier van leven die wij vanzelfsprekend vinden, die het niet is. De schade in andere landen zien we niet. En de schade in ons eigen land, waar de velden stil zijn in het voorjaar, geen vogel te horen behalve kraaien en meeuwen, lijkt ons nauwelijks te deren. De mensen die zich aangesproken voelden door Jesaja zijn gegaan van Babel naar Jeruzalem. Ze hebben de stad en de tempel herbouwd. Ze zijn geleid door een visioen, gericht op gerechtigheid, deze oncomfortabele weg gegaan. En ze zullen hun besluit af en toe vervloekt hebben. Ik zie onze kerkelijke gemeenschap als oefenplaats voor rechtvaardig leven. In onze onderlinge relaties, in onze diaconale gaven, in ons omgaan met ons erfgoed, in luisteren naar woorden en muziek. Zo oefenen wij in het ervaren van de wil van God in ons hart en daarnaar te handelen. Zo valt ons persoonlijk heil samen met dat van de wereld om ons heen. Daar ligt een kans voor ons als gemeenschap.
We hebben een eikpunt voor ons handelen. Gerechtigheid. En dat is meer dan recht. Gerechtigheid is doen wat echt goed is voor de wereld om ons heen. Dus niet wat netjes volgens de regels is. En dan kan ik plotseling iets heel praktisch bedenken. Laten wij als kerkelijke gemeenschap samen met onze kerkrentmeesters komend jaar eens serieus werk maken van het vervangen van het asbestdak van de kerkboerderij. Laten we het dak beleggen met zonnepanelen. Zoals wij vroeger een orgelpijp konden adopteren, kunnen we dat nu doen met een asbestplaat. Ik vrees dat dit doel minder enthousiasme genereert, maar het is wel onze verantwoordelijkheid. En daarom vind ik het zo belangrijk om het toch te doen. Niet sexy, heel duur. Je ziet het niet terug in de kerk. We zouden het doen omdat het goed is. Honderden jaren na Jesaja spreken twee rechtvaardigen in de tempel in Jeruzalem hun visioenen uit over de boreling Jezus. Dat hij de redding is die God bereidt ten overstaan van alle volken. Dat hij bevrijding zal brengen. En het staat er niet, maar ik weet zeker dat dat bedoeld is. Gerechtigheid. Hij is de wind van gerechtigheid die nog steeds over de wereld waait. Hij leefde in voortdurende verbinding met God, waarbij hij zich zeer betrokken toonde op de werkelijkheid van dat moment. Ik lees u als besluit van deze preek het verhaal uit het Evangelie van Lucas voor, dat nou eenmaal hoort bij deze zondag, over Simeon en Hanna, die Jezus ontwaren in de tempel en wat dat met hen doet. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft, een koppel tortelduiven of 2 jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: "Nu laat uw Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk." Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. En Simeon zegende hem en zei tegen Maria zijn moeder: "Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen,
of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hem toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. En het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. Mogen ons leven zich spiegelen in zijn lichtende voorbeeld. Amen. Thank you.
Laten wij bidden. Goede God, u danken wij voor Jezus, het licht van ons leven. En geef dat wij uw stem in ons hart kunnen ervaren. Immers, u maakt het mogelijk dat wij door ons denken en ons verlangen af en toe boven onszelf uitstijgen. Zoals wij door een hoge nood te denken er plotseling bij kunnen. U bent het die het mogelijk maakt dat wij soms niet uit eigen belang handelen. Dat wij oprecht blij kunnen zijn en vriendelijk. U bent het die het mogelijk maakt dat wij het goede doen. Onze dank hiervoor is groot. Groter dan wij ons meestal bewust zijn. Want leven vanuit uw wil doet ons zo goed. Dat is leven vanuit liefde. Leven vanuit uw wil kunnen wij allemaal. Want u draagt ons en bemoedigt ons. Wees met ons als wij lijden onder de beproevingen van alle ziekte, dood en gemis die ons overkomen. Laat ons met liefde om elkaar bewogen zijn, zodat het onvermijdelijke leed lichter wordt en het elkaar juist niet aandoen. Laten wij stil zijn en wellicht krijgen we even ruimte om u te ervaren. En laten we onze gebeden afsluiten met het gebed dat Jezus zijn leerlingen leerde. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze schulden, zoals wij hebben vergeven. Die ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. En dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven.
voordat wij hier vandaan gaan, met de zegen van onze Heer, wil ik u een gezegend nieuw jaar wensen. En de zegen van onze Heer kunnen wij hier en in elke kerk iedere week hernieuwen. De levende zegene u en behoede u. De levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u.